Iedereen zit nu op elkaars lip en de lontjes zijn kort. Dat blijkt in ieder geval zo in Gelder op Mierlo te zijn, want zij hebben door de coronacrisis een record aantal aan burenruzies bereikt. Het is zwaar aanpoten voor de lefgroep buurtbemiddeling. Ja, de afgelopen periode hebben mijn buurtbemiddelaars, ik heb 12 vrijwilligers die de buurtbemiddeling doen, hebben het echt erg druk gehad. Ja. Als zo'n ruzie niet snel opgelost wordt, kan het zomaar flink uit de hand lopen. Wie erover mee kunnen praten zijn de stoopjes. Wacht, wie zei dat ook alweer? Als wij in de Juist ja, het Gelderopse zangduo. Zij hebben al 10 jaar hevige ruzie met de buren. Eigenlijk, wij hebben met de buren niks. De buren hebben iets met ons. En ik weet niet hoe dat komt, maar de buren hebben iets met iedereen. Dus ja. En voor de rest, kan er heel verhaal van maken. Maar van een bladzijde of 80 als het moet gaan doen. De buren hebben namelijk last van het gezang. Want stel je voor dat je in een rijtjeshuis woont en je buren opeens een zangcarrière beginnen. En dus ook vele uren per dag hun levensliederen willen instuderen. Ja, hetgeen wat we dus moeten doen voor ons vak, dat wij dus ons liedje moeten oefenen. Ja, en af en toe, ja, er zit een liedje bij, die moet echt blijven halen, omdat er nu een tekst erin moet. En dan staat het een tikkertje te hard, en staan ze aan de deur te drammen, omdat de bloeddruk ter toppen stijgt. Dan staat ze hier te drammen en te doen, ja, mensen. Ach, in nergens teken en dan gaat er een hutje op de hei en dan gaat lekker de coronatijd door hier en hebben we rust. Het is dan ook lastig, want moet je je dromen laten varen omdat de buurman toevallig elk woord van je liedjes mee kan zingen? Vader, als dit staat hier nooit. Dus. Ja. Zeker? Of niet, Tommy? Hè? Ze kom en maak zijn toch dus plezier enigste. De hele dag. Voor beide partijen valt er wel wat over te zeggen. De stoopjes zijn het levende bewijs dat als men geen professionals inschakelt, het zomaar jaren kan blijven dooretteren. De lefgroep geeft daarom tips. Vooral het belangrijke is, krop het niet op. Praat erover. Ben lief voor elkaar, tel even tot 10. Maar ja, benader zo snel mogelijk als er iets speelt de kundige partijen. Dus bijvoorbeeld de buurtbemiddeling van de lefgroep. De ruzie van de stoopjes is niet meer op te lossen. Maar nu is er afgesproken dat zij maar een aantal uren per dag mogen zingen. Microfoon in de hand en heerlijk.